De voetballers van SV Urk zijn maandagavond weer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de hoofdklasse C. Na een aantal weken van vakantie stonden de meeste spelers te popelen om weer lekker te beginnen. Ja, ik heb er weer zin in. Kijk, vakantie is goed en het is ook wel even fijn om een aantal weken helemaal niks te hebben. Alleen zo aan het einde van de vakantie denk je wel van nou, ik heb weer zin om naar het veld te gaan. En dan heb je er gewoon weer zin in, trek om te voetballen. 90%, hoef nou niet voluit te sprinten, lekker op 90% door dat ding heen. Hup, lekker lichtvoetig. Techniek mag je nog lekker ontspannen doen. Ja, heerlijk. Daar hebben we allemaal weer zin in. Hè? Je hebt een mooie tijd rust gehad en op een gegeven moment begint ook te kriebelen. Dat merk ik bij mezelf en volgens mij bij de jongens ook, want ze zijn alweer heel enthousiast. Ja, mis je het voetbal dan ook in zo'n zomerperiode? Of is het ook wel lekker dat je gewoon eventjes, even niet dat voetbal? In het begin vind ik het wel even lekker dat het even klaar is. Want het is best wel een hectisch seizoen geweest al met al. En, maar kijk, we zijn allemaal liefhebbers. Dus op een gegeven moment heb je ook gezien, nou, mag wel weer beginnen. En dat is eigenlijk precies een mooie periode geweest dat we ook echt die rust hebben gehad. Doelstelling van de Urkers is in eerste instantie rechtstreekse handhaving in de hoofdklasse C. Je kan het wel vergelijken met vorig jaar. Kijk, we zullen er alles weer aan moeten doen om de punten te pakken om erin te blijven. En, we gaan ons doelstelling nog bespreken. Maar ik denk wel dat de doelstelling weer wordt van directe handhaving. Kijk, we missen Willian. Maar voor de rest zijn we intact gebleven. Dus we kunnen het gewoon weer realiseren. Bij SV Urk vertrok deze zomer aanvaller William de Boer naar Flavor Boys. Spits Danny Massereel bewandelt de omgekeerde weg en keert terug op het oude nest. Een aantal kleine mutaties dus en trainer Rolf de Boer speelt met plannen om met een ander systeem te gaan spelen komend seizoen. Nou kijk, er zijn wat spelers bij ons vertrokken en dan gaan we toch even kijken. Nou, blijft het systeem spelen? Gaan we wat concessies doen? Daar hebben we al wat over nagedacht en dan gaan we deze voorbereiding proberen hoe dat zich uitpakt. Zowel in de huidige vorm als in eventueel een nieuw systeem.